Wij vonden de zang niet zo goed, een beetje hyperkinetisch. De muziek viel mee, de zang niet zo. Ik bevestig dat. Hij deed mij denken aan Tony Soprano, maar dan een irritantere versie van Tony Soprano. Een beetje jammer. Ik denk mijn betere zanger zou dan een topoptreden geweest zijn. En zijn dance moves die zijn waanzinnig en vooral dat grunten wat hij erin brengt of zo. Zo vet. Nee, dat is serieus zo vet. En zijn dance moves zijn echt de bom. Dat vind ik echt heel cool. Ja, hij raakt de zon aan en hij brengt hem naar zijn hart en hij stoot hem uit naar het publiek. Die is fantastisch. Nou ja, echt, op het moment dat hij begon te dansen had hij me al. Het maakt niet uit meer hoe verder de act was, maar het was echt fantastisch. James Brown heeft natuurlijk bepaalde dance moves naar boven gebracht, maar ik denk dat hij de next level is. Schitterend. Tijd dat hij naar Pukkelpop komen, dat is gewoon de beste Amerikanen buiten de National. Schitterend. Die kan heel goed dansen, die man. Voor zijn leeftijd, chapeau. Hij brengt het op een verrassende manier, om zo maar te zeggen. Hè? Maar we hebben ervan genoten. Hè? Ja, absoluut. Ja. Een hele gekke gast. Een weirdo. Alpha mannetje, gorilla op een podium. Ja, altijd geweldig. In het begin leek het een beetje een gimmick, zeg maar. Maar op een gegeven moment, halverwege het concert, denk ik dat iedereen wel begreep dat het zijn ware aard is, denk ik of zo. En hij kreeg de boel goed mee. Dus ik vond het echt verbluffend. Verbluffend. Ja, die man is gek. Maar het was echt heel tof. Ik vind het ook echt. Het is een van mijn lievelingsbands van afgelopen jaar. Ik zou naar een dance recital gaan kijken van de zanger. Als het niks met Future Islands zou te maken hebben en die gast zou gewoon een dance recital doen, ik zou gaan kijken, absoluut.